Bij een rechtsnarige vleugelpiano liggen de snaren netjes evenwijdig naast elkaar. Dat klinkt evident, en toch is het meestal niet zo. Moderne vleugelpiano's die hebben allemaal gekruiste snaren. De bassnaren liggen schuin over het middenregister. Een idee van meneer Steinway, bedacht rond 1875. Tot die tijd werden alle vleugelpiano's gebouwd met rechte snaren. Alle componisten tot eind 19e eeuw, van Mozart tot Wagner, schreven hun muziek dus voor een rechtsnarige vleugel. En die klinkt fundamenteel anders. In een rechtsnarige vleugel dekken de registers elkaar niet af. De snaren liggen parallel en kunnen vrijuit een transparante klank produceren. De rechtsnarige vleugel heeft daardoor opvallend uitgesproken registers met een eigen karakteristieke kleur. Een robuuste bas, een transparant middenregister en een kristalheldere diskant. Net zoals de piano's van Beethoven, Schumann of Liszt. Maar dan met de kracht en brio van een moderne vleugel. We grijpen terug op de traditie van 300 jaar klavierbouw, die Chris Manen al jarenlang bestudeert en toepast als maker van historische instrumenten. Klankrijkdom en transparantie staan voorop. Daarbovenop gebruiken we de modernste technieken, zowel in design als productie, en komen we tot innovatieve oplossingen. Om de beperkingen van vroeger te omzeilen, hebben we een uniek tweedelig klankbord ontworpen en een hoogtechnologisch frame. Door traditie en innovatie te combineren, ontwikkelden we een radicaal vernieuwend instrument. Een bijzondere aanwinst voor het bestaande pianolandschap. De legendarische Steinway is een icoon op zich. En daar gaan we niet aan tornen. Maar de rechtsnarige vleugel van Chris Manen is het enige artistiek zinnige alternatief. Zo blijkt uit de enthousiaste feedback die we krijgen van professionals van over de hele wereld. And for now, you know, I want to play everything, you know. It's like when you fall in love again, you want to go with the person everywhere. This is what I want to do with this piano. Chris Manen liep al langer rond met het idee om die fantastische klank uit het verleden te transponeren naar een moderne vleugel, met een totaal nieuw concept. De doorbraak kwam er toen sterpianist Daniel Barenboim aanklopte om daadwerkelijk zo'n rechtsnarige vleugel te laten bouwen. Hij was door Steinway doorverwezen naar Chris Manen. Het werden er uiteindelijk twee en die worden nu permanent door Barenboim bespeeld. De lovende reacties die we intussen kregen van vele pianisten hebben ons overtuigd om de instrumenten verder te ontwikkelen en te presenteren aan het grote publiek. De Chris Manen Straight Strung Concert Grand is de grote concertvleugel. Daarnaast produceren we nog twee compactere modellen. De Chris Manen Parlor Grand is het kleine broertje, ideaal voor huiskamers en muziekscholen. De Chris Manen Chamber Music Concert Grand heeft een heel eigen karakter en leunt qua klankconcept nog dichter aan bij de mooiste vleugels van eind 19e eeuw, zoals de Bechstein, Blüthner of Erard. Hij is dan ook bij uitstek geschikt voor kamermuziek, liedbegeleiding of recitals in kleinere concertzalen.